Yo gamefans, welkom bij een gloednieuwe aflevering hier op Cortex Gaming. Een week nadat ik eigenlijk mijn laatste aflevering heb geüpload. Zoals jullie weten, er waren wat dingetjes in mijn personal life die speelden. Het is inmiddels een stuk minder, het is nog niet helemaal weg. Dus ja, ik ga zoveel mogelijk weer proberen in het oude ritme te vallen van het uploaden. Maar dat weet ik nog niet helemaal zeker hoe dat gaat. Maar in ieder geval, vandaag heb ik een game voor jullie klaarstaan. Ik wou iets speciaals gaan doen. Ik weet dat jullie hier op Cortex een grote fan zijn van het zien van mij die me de pleuren schikt. En ik doe het liever normaal niet, want ik heb een best hekel aan schikken en aan horror games. Maar ik ga er voor jullie weer eens spelen. Ik ben itch.io opgedoken, site voor gratis indie games. En ik heb deze indie game heb ik gevonden, genaamd Overtime. Vandaag werken we Overtime. Vandaag... werken we gewoon over. Hè? Het is gewoon, soms moet je je gewoon inzetten voor je baas. Hè? Soms moet je gewoon overwerken. We gaan dit spelletje spelen. Overtime, het schijnt een indie gore horror game te zijn. Ik heb geen idee waar het over gaat. We gaan het gewoon doen. We gaan het gewoon doen. We gaan gewoon op start klikken. Het schijnt echt een hele goeie te zijn. Ik heb geen idee. April 8, 2007. One year ago. One year ago. 37 people went missing from ARK Research. And the... Research and Development. Okay, I don't know. Misschien de makers van deze game. Geen idee. None of the bodies were ever recovered. People believe local authorities and government officials collaborated in covering up the incident. Your sister Jessica Carter was one of those 37 people. You have come back to the office to search for answers. Het is altijd leuk als games beginnen met iets te lezen. Want ik ben dyslectisch en dat weten jullie waarschijnlijk inmiddels al. Continue. WASD to move. Left mouse button to interact. F9 to restart. Oké. Okay. Oh, ik moet echt daadwerkelijk op continue klikken. Hey! Oh my god. Ik krijg Stanley Parable gevoelens. Voor de mensen die niet weten wat Stanley Parable is, ga je schamen. Oeh. I already found secrets! Whee! One second though. Whatever happened at this place is too much for you to handle. Maybe there's a reason they covered everything up. Besides, it's creepy in there and like you don't want to deal with what you do. Thank you for kind of playing Overtime. There is more to discover, so why not be brave and try it? Oh, props to the developers for dit. Oh, nice. Je kan hier letterlijk een deur openen en zeggen, fuck it, I'm out of here. Oh, nice. No, en hij brengt ons weer terug naar de start. Dit is fucking cool. Ik vind deze game nu al grappig. Oké, let's go. Ja, dit hebben we net ook al gelezen. Continue. Oké, dit keer gaan we het echt doen. Ik ben fucking verkoud trouwens. Ah, mijn neus loopt. Moet ik er aan rennen? Stomme grapjes. Oké, we zijn in een office en er brandt een lampje. Dit is energieverspilling. Als er fucking niemand is, ja. Wow, monster lag. Dan zet je het lampje uit. Uit. Gaat niet, oké. Ik heb frame drops als de motherfucker. En ik heb geen idee waarom. Maar oké. Rubik's Cube. Yep, I wanna solve the Rubik's Cube. Oeh, can I do something with this? Ik ga hem hier neerzetten. Tonk. Vind ik een mooi plekje. Oké. 101. Die deur is rood. Rood betekent nope. Hallo. Monsters hier. Iemand. Oeh. We gaan een fax sturen. Well, fuck you too then. Sorry. Wee. Ik kan dingen op. Kan ik. I'm sure you heard about Tom. Greg is going to collect this. Collect his keycard. Waarom zijn sommige woorden blauw? Before he leaves the office. He said he'll leave. Ook blauw. And on this desk. Could you pick it up for me before taking off? Thanks. P.S. Greg Ryan, not Greg Miller. Who the fuck is Greg Miller? Greg Ryan, I don't know. Waar is de keycard dan? Je zei dat er een keycard was. Er was me een keycard beloofd, dammit. Jezus man, deze game runt as absolute dog shit. Kan ik crouchen? Serieus gast, waarom kan ik... Ik kan crouchen. Oké, cool. Oeh, we got a file. We don't got a file. De file zit achter de computer vast. Oké. We hebben de file. En de file gaan we faxen. Zo. Gaat allemaal waarschijnlijk vanzelf. Oké. back to the fucking story. Wat staat hierop? Nope. Nothing.
Oké, we zijn op de gang. Housekeeping. What the fuck was dat? Dude! If you don't like me, you can just say it. Je hoeft niet gelijk een fucking stoel. Mag ik het zeker weer opruimen, hè? Schoonmaakdienst. Ik kan het niet eens oppakken. Waarom kan ik alles oppakken behalve een stoel? En dat kan ik nu ook niet meer oppakken. Housekeeping! Oké, ik gooi hem door de deur heen. Why the fuck not? Cool. Deze game is meer hilarisch dan eng. What the fuck? Ik las dat deze game fucking eng was. Maar afgezien van de fucking stoel die door de kamer heen vliegt, heb ik nog niks engs gezien. We're set to open the gate. We will be coming tonight at 3 a.m. Commencing tonight. Coming. That's creepy. Who is commencing tonight at 3 a.m.? Het is 3 a.m. Who is coming? Oeh! R&D officers. Oké, okay, cool. Ik hoor enge geluiden. I don't know what is happening. Cool. We've been at this for years. But I think we finally made contact. Contact with me, wie? What? Ik hoor fucking enge geluiden. We picked up some sort of signal from somewhere else. We're going to hone it in and performance and other test. De geluiden worden steeds enger. En de framerate wordt steeds kutter. Ik ben bang. Ik ga om mama roepen. Mama zit in de huiskamer. Ik heb een keycard nodig. Waar is de keycard? Waar is de keycard? Oh god. Dat is een no-go. No. Ik ga lekker in de koelkast. Kijk. Waarom mag ik de koelkast niet in? Wie heeft de koelkast op slot gedaan? Hè? Als ik bang ben, dan ga ik eten. Daar kan ik niks aan doen. Oké, game. We spelen je spelletje. We hebben één glowstick. Wat moeten wij met een glowstick? Oké, you legitimately spooked me. What the fuck was dat voor geluid? Ik hoor dingen lopen. Oh god, er zijn dingen doorgekrast. Turn it off. Inderdaad, turn it off, bitches. Lampje, kom met me mee, lampje. Hey, Rubik's Cube, ben je er ook weer? Lampje. Nothing to see here. Lag deze deur er net ook al. Oké. Sweet Jesus. Mag naar binnen? Oké, ik wou er toch al niet naar binnen, jongen. Laat dan lekker. Oké, hier kunnen we wel naar binnen. Groene glowstick. What? Did you hear about that book, Zero Gravity? It was so good, I couldn't put it down. Lol. See you tonight at 3, buddy. Who's your buddy? Huh? What the bullshit is dit, man? Oké, deze game is legitimately eng. Oh. We know. Oké, Mr. Ryan. We know you've been working alongside Tom for a long time, but in this current condition, we had to let him go. We can't have an employee claiming to be hearing voices and drawing attention to our work. What? We hope you understand and continue to perform the best of your abilities. Oeh, keycard! Yeah! Maar, nu is de vraag, welk lampje gaan we meenemen? Blauw of groen? Ik zeg blauw. Blauw maakt me rustig. Ik wou groen zeggen, want groen zal het doen en zo, maar... Daar doen we niet aan. Groen is eng. Groen is een enge kleur. Maar nu moeten we weer terug. Glowstick, kom met me mee. Vliegende glowsticks ook altijd. Ik vertrouw dit niet. Ik vertrouw dit voor geen meter. Oké, deze game is legit eng. Holy fucking... En hierom hou ik niet van horror games. Ze zijn eng. Glowstick, kom hier. Nog een glowstick. You got a buddy. Maar we gaan er niet in. Because I don't trust ventilation systems. Ah, what the fuck was dat? Wat hoorde ik? What the fuck? Hoorden jullie dat ook? Hoorde het? Mama. I don't want to do this anymore. Nul. Je bent zelf een nul. Oh god. Dit is fucking creepy as fucking hell. 5. Volgens mij doe ik dit in de verkeerde volgorde. Ik ben een groene. Oké, we play a stupid game.
Ik ben fucking scared as shitless. Oké, nee, ik wil eerst nog eventjes exploren. Ik wil alles gehad hebben voordat ik ergens naar binnen ga en ergens naar commit, want anders weet ik het wel weer. Dan vergeet ik weer dingen en dan gaan er weer dingen mis. Ik ken mezelf. Deze game is fucking creepy. Deze game is fucking creepy. Volgens mij is dat het ventilatierooster waar ik eigenlijk doorheen moest. I don't care anymore. Ik wil gewoon dat dit eindigt. Ik wil dat dit stopt. Oeh, gele glowstick. Waarom is dit zo'n labyrinth? Glowstick! Kom hier. Jesus effing Christ. Housekeeping! Oh, ik ben fucking verkouden. En een horror game maakt het niet beter. Housekeeping. Een keycard. 109-111-110-114. Iemand kan niet tellen! You are dead! Great. GG. What? Moet ik nu serieus deze fucking... Ik moet deze hele fucking game overnieuw spelen. Oké, we zijn weer een soort van terug, I guess. Ik weet nu dat ik niet in de buurt van de no-no-deur moet komen. Als dingen beginnen te piepen, rennen, I guess. Ik heb geen idee, werkelijk waar. Maar, ja. Ik ging dus... ik heb het 3 keer geprobeerd en ik ging 3 keer weer dood. Dus, oké, I guess. Wat moeten we nu doen? Ja, mensen gebruiken hier een hoop post-its. Dat zijn geen goede geluiden. Kijk, als je dat soort geluiden hoort... Then you need to get the fuck out of there. Dat zijn geen goede geluiden. Ik denk dat het een soort van Slenderman idee is, weet je wel? Dat als je beeld begint te wazen of je hoort dat rare geluiden... Dan ga je dood of zo. I don't know. Glowstick? Oké, gelukkig heb ik er nog één. Een fucking date wel. Oké, ik heb geen idee wat ik hier moet doen. Ik weet het serieus niet. Bah! Jan, daar schrok je al een keer van. Nu doe je het weer. Sukkel. Deze kamer is donker as fuck. Oh ja, dit is de nulkamer. Dan hebben we hier 5. Ik heb geen idee meer wat ik moet doen. The actual fuck. Als ik bij die fucking deur in de buurt kom, ga ik dood. Ik weet niet of dat zo hoort. Ik weet niet of dat een glitch is. Maar ik moet echt gewoon uit de buurt blijven van die tyfusdeur. Echt waar. Hier hebben we die gele glowstick. Maar ik hou van mijn blauwe glowstick. Oeh, ventilatieschacht die we nog niet hebben gehad. Denk ik althans. Glowstick, kom mee. Ik zet jou gewoon uit! Fuck you! Dat was dus het geluid. What the fuck was dat? Mother of Jesus! I'm totally, absolutely fucking scared. Mother. Nee, dan gaan we weer terug. Dat moeten we niet doen. Oh ja, wacht. Ik kan natuurlijk gewoon naar die ene deur. Fuck you, naar de fuck you deur. Maar oké. Nee! Ah! Moeder! Holy shit! What the fuck are you? Let's bygone be by- Ja, dat... Horen jullie de Benny Hill muziek al? Holy shit, man! Ga weg! Fuck off, you bitch! Ja, donder op, man! Zit je vast? Nee, 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 nee. Hij zit vast. Oké, blijf jij daar. Ga ik lekker een rondje lopen. Doei. Oh, nou kan je wel ineens weer lopen. Dief toch een aand op, man. Oh, mother. Donderop. Donderop. Nee. Er zijn er meer. What the fuck was dat? Oké, guys, ik heb geen idee hoe ik deze game moet finishen. Dat ga ik ook niet doen ook. Ik weet het niet, man. Die fucking creepers kwamen ineens out of fucking nowhere. Ja, ik ben al een veel te lange tijd bezig, want om dat hele deurprobleem op te lossen was blijkbaar dus niet die deur. Dat waren die klerenlijers, dat weet ik nu.
Maar ik weet niet hoe ik voorbij die deur kom. Ik heb het offscreen echt al een paar keer geprobeerd en ik heb geen idee. Dus ik ga het hierbij laten. Deze horror game is legitimately eng. Ik laat even een link onder in de descriptie achter, zodat jullie het ook kunnen spelen. Ik ga eventjes mijn hart kalmeren. Ik haat horror. Tenminste, ik haat het niet. Ik heb een haat-liefde verhouding met horror. Dat is wat ik wil zeggen. Maar ik ga het hier belaten. Deze game is fucking vet. Ik zeg jullie, ik ga het ook spelen. Weten jullie hoe ik voorbij die deur kom? Laat het dan even in de comments weten. Misschien kom ik er dan nog een keer op terug en ga ik het nog een keer proberen. I don't know, ik weet niet hoe groot deze game verder is. Maar voor nu zeg ik, beste gamefans, vond je het een leuke video? Laat dan even een like achter op deze video. Ben je nog niet geabonneerd op ons kanaal? Doe dan even op de rode knop onder het filmpje te klikken. En dan zie ik jullie weer terug in de volgende aflevering hier op Cortex Gaming. Dus beste gamefans, zoals altijd, bedankt voor het kijken, bedankt voor het liken en tot de volgende keer. Mazzel!